awful. Hey mensen, top dat jullie bekijken! Ja, wij zijn echt al de hele tijd bezig geweest met de motor van onze tank. Die is nog steeds niet helemaal klaar, maar we hebben al wel een heleboel gedaan. Moet je eens even kijken. Hij heeft wat gedaan. Hij zei klonk. Ja, hij komt. Dat ziet er weer netjes uit, moet je kijken. Brandschoon, kunnen we tenminste weer fatsoenlijk gaan opbouwen, hè? Ja, ik ben hier wel blij mee, dus wel in ieder geval super bedankt ook natuurlijk aan Antus, want hier hebben we de boel mogen afspuiten. Dat was zo lukt. Het zit toch wel een beetje vast hoor. Misschien moet je toch iets maken om te persen dan. Ja, de cilinderextractor. Hout raakt wel, maar hij komt er niet uit. Ons blok hout wordt door midden geknipt, zeg maar. Dit is toch een ingenieuze installatie. Ja. Maar komt hij nog steeds. Ja.
Kijk eens. We hebben hem net, dat is voor de oplettende kijkers, we hebben hem net een beetje moeten upgraden. Want onze gewone sluitringetjes die werden een beetje konisch, maar deze die geven geen krimp. Kijk eens. Het is hem, hè? Een bus eruit. Zo ziet dat er dan uit, hè? Steeds meer rotzooi gaat eraf en steeds meer goede onderdelen blijven over. Oké, ik ga die hoop rotzooi sorteren. Dit is wel duidelijk een component van het smeersysteem, denk ik, hè? Hey, we hebben een sortering gemaakt. In plaats van één grote hoop ellende hebben we nou verschillende hoopjes ellende. Hier zijn koelvloeistofkanalen en zoogwoord, slangen, fluistukjes. Daar olieleidingen en hier nog wat brandstofdingen. Kijk ook filters nog. Dus ik ga ze een beetje schoonmaken en dan kunnen we kijken wat hoe goed ze nog zijn. Oliepompen. Ja, dit zijn eigenlijk drie tandpompen die je ziet. De werkt eigenlijk als volgt. Die olie die komt zeg maar hier aan. Die gaat in die kamertjes van die tandwielen. Die gaat zo naar deze kant. Hè, want die draait tegen elkaar in. En hier kan de olie niet door, want het wordt afgesloten door de tanden. Dus dan pers je hier de olie weg. Ja, deze pomp die zuigen de olie uit het karter op. De meest verrotte zuiger op de operatietafel. Even kijken of we dit een beetje schoon krijgen nog. Hè? Nou, het wordt wel schoon, maar die zuigerveren die zitten nog allemaal naar binnen. En kijk, hier is er al eentje naar buiten gekomen. Maar die andere die zitten allemaal nog helemaal dicht. Die zitten helemaal naar binnen. Had ik dit bedacht. Gewoon met een kunststof hamer. En een beetje kloppen zo. Kijk dan van lieverlee. Het troep er allemaal een beetje tussenuit. Kijk. Kijk. Hij is mooi los deze. Hè? Dat is de brute, moet je kijken. Nou, dat is een motor. Ja, die motor is helaas nog niet klaar. We moeten nog een paar dingen doen. Zeg maar een heleboel. Maar het belangrijkste is, we moeten nog een aantal onderdelen hebben. En met een beetje geluk gaan wij die nou op korte termijn regelen. En dat betekent dat we hem in elkaar kunnen gaan zetten. En starten! Vet man. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.